Hallo allemaal, Joshua Hanning van FutureMoves hier. Met een lang verwachte video over de grote YouTube reptielenprijsvraag 2012. In de vorige video heb ik natuurlijk al even kort laten vallen dat hij er weer aan zat te komen. En ook dit jaar gaan we dus weer de prijsvraag doen. Zul je afvragen, dit jaar, hè? Ik heb er niks van meegekregen. Als jullie zo hier kijken, dan zien jullie ergens een linkje van deel 1 van de prijsvraag. En als je dan denkt van, ja, maar daar heb ik al gezien, ik wil hier, kun je dan meteen zo ergens klikken voor de prijsuitreiking van vorig jaar. Je kunt die video's ook bekijken, maar als je denkt van, nou, die ken ik al of ik ken ze niet, in deze video krijgen jullie ook bijna alle informatie die je zou willen hebben. We gaan het wel ietsje anders doen als vorig jaar. Was natuurlijk de eerste keer vorig jaar en nu ze hebben wat kinken uit de kabel gehaald. Dus hopelijk gaat het nu allemaal wat leuker en soepeler verlopen. Ook de prijzen zijn net wat anders en zo, maar daar komen we allemaal sowieso later nog op terug. De vraag, zal ik mee beginnen, die is eigenlijk hetzelfde als vorig jaar. Dat is namelijk hoeveel slangen gaan er geboren worden in 2012 bij FutureMoves. Dus hoeveel nakweetjes krijgen Kim en ik hier dit jaar die allemaal geboren worden. En dat geldt dan voor alle slangen in totaal. Dus zowel rode rattenslangen, boa constrictors en koningspythons. Nou hebben jullie misschien, als jullie trouwe kijkers zijn, al gezien dat er al wat eitjes van de rattenslangen zijn. Er zijn baby boa constrictors al geboren. En er zijn koningspythons eieren gelegd. Dus dit jaar hebben we alle drie de categorieën sowieso iets. Als alle eieren natuurlijk uitkomen. Maar daar gaan we wel vanuit. Dus dat is de vraag. Nou gaan we de vraag nog ietsje uitscheiden, omdat ik namelijk vind dat jullie, het is sowieso moeilijk om te gokken, maar ik wil jullie eigenlijk nog meer kans geven om meer te kunnen winnen eigenlijk. Dus als je nou mee wil doen, dat is eigenlijk heel makkelijk. Ik doe het dit jaar alleen maar via e-mail, niet meer via het slangenforum. Dus als je mee wil doen, stuur een e-mail naar info@future-morfs.com. Of ga naar futuremorfs.com en ga naar de contactpagina, daar kun je ook alles invullen. Dan wil ik graag, als jullie een e-mail sturen, jullie voornaam en achternaam. Altijd handig om te weten, dan weet ik wie ik de prijs moet overhandigen natuurlijk. Jullie e-mailadres, dan kan ik jullie op de hoogte houden. En als antwoord wil ik dan graag eigenlijk 4 antwoorden voor jullie hebben. Dat is namelijk een totaalplaatje, hè? Hoeveel slangen worden in totaal geboren. Maar jullie mogen ook nog kijken of gokken. Per soort eigenlijk. Dus stel je denkt, nou, er worden dit jaar, natte vingerwerk, maar er worden 200 baby's geboren. Dan vul je dus het antwoord in 200. Maar dan zet je er ook eventjes bijvoorbeeld tussen haakjes bij of onder elkaar, dat maakt niet zoveel uit. Hoeveel rode rattenslangen er worden geboren, hoeveel boa constrictors en hoeveel koningspythons. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen sturen, nou, ik ben Jan Jansen, dit is mijn e-mailadres en ik gok 200, waarvan 100 gutata's, 60 boa's en 40 koningspythons. Ik noem maar een x-aantal zo even uit mijn hoofd, maar dan kom je natuurlijk aan die 200. Stel nou dat namelijk 200 helemaal een fout antwoord is en je zit echt totaal niet in de buurt, maar je gokt een van die anderen wel goed, val je toch nog in de prijzen. Dus we hebben eigenlijk één prijsvraag. Met sowieso meerdere winnaars voor de totaalprijs. Hè. Dat kunnen jullie ook zien. Vorig jaar had ik 4 prijzenpakketten. Dit jaar wil ik ook iets in die trant gaan doen. Ik ga nog eventjes al mijn sponsoren langs en ga ik even mooie pakketten samenstellen. Maar naast de gewone prijzenpakketten kunnen jullie dus ook nog per categorie eigenlijk los iets winnen. Zodat we dus hopelijk meerdere prijswinnaars hebben en hoe meer mensen we gelukkig kunnen maken natuurlijk. Ook voor vorig jaar geldt weer. Als je 17 jaar of jonger bent, dus onder de 18, vraag even toestemming aan je ouders. Laat ze dit videootje zien en bij deze ouders, wees gerust, geen gekke prijzen of zo, maar ook hier weer. Ik wil niet dat mensen thuiskomen met een slang die ze hebben gewonnen bij wijze van spreken en de ouders van niks weten natuurlijk. De prijsuitreiking is ook weer op Slangendag 2012 natuurlijk, die is dit jaar op 14 oktober. Ik hou jullie ook nog op de hoogte qua tijd. Waarschijnlijk zullen we het weer rond een uur of 1 of zo doen. Dat is wel een mooie tijd als iedereen sowieso binnen en nog niet iedereen helemaal moe om naar huis te gaan. Hou ik je nog van op de hoogte. Dit jaar wat we ook anders gaan doen is als je niet op Slangendag aanwezig bent. Of je kunt geen afgevaardigde sturen, dan vervalt helaas je prijs. Vorig jaar had ik een paar mensen die hadden gewonnen. Die konden niet op Slangendag aanwezig zijn. Met als gevolg dat ik dus prijzen niet kon uitreiken. En dat vond ik eigenlijk jammer. Zeker omdat het best wel druk was met mensen die kwamen. Ik vind gewoon, van iedereen die daar komt, die mensen die moeten de winnaar zijn. Mocht je dan zeggen van, joh, ik zit met werk, ik ben op vakantie, noem maar op.
zet even, geef van tevoren eventjes aan in de e-mail die je stuurt dat je wie je machtigt als het ware. Hè, dat je een vriend stuurt, familie, buren, ooms en tantes, moeders, vaders. Maakt me niet uit als er maar even iemand is om de prijs op te halen. Dan hebben we in ieder geval een leuke prijsuitreiking waar iedereen een prijs in ontvangst kan nemen. Dus kun je echt niet op zwangerdag zijn en je hebt geen familie en vrienden. Helaas, dan heb je al een slecht leven, maar kun je ook nog eens niks winnen. Dus dan zit je nog eens extra in de dip. Eens even kijken, vergeten we verder nog iets te vertellen? Ik ga heel even gauw mijn speakbriefje erbij pakken, want er is zoveel informatie allemaal. Maar hoe raar voor iPhones waar je alles in kunt zetten en zo. Bijna heb ik misschien wel een van de leukste dingen vergeten. Vorig jaar hadden we namelijk, mijn video's zijn hartstikke vaak bekeken, maar helaas weinig mensen die echt mee hebben gedaan. Dus ik wil jullie eigenlijk iedereen ook eens extra stimuleren om mee te doen, want ik vind dat gewoon leuk. Ik vind het leuk als mijn video's 1000 keer bekeken worden, maar het is ook wel leuk als dan mensen heel vaak, of heel veel mensen die dat zien ook echt meedoen. En waarom niet meedoen, hè? Ik bedoel, er zijn leuke dingen te winnen. Dus vorig jaar hebben er in totaal 36 mensen een inzending gedaan. Was aan de magere kant, dus, maar het is nu hopelijk wat bekender en leuker voor iedereen. Dus ik had bedacht, als er nu dit jaar 100 inzendingen of meer komen, 100 mensen die meedoen, dan verdubbel ik mijn prijs. Hè? Dat komt nog in de volgende video wat ik precies weg ga geven. Je kunt natuurlijk al een beetje misschien een stille hint krijgen aan de prijzen van vorig jaar. Maar als er dus meer dan 100 mensen een inzending doen, dan ga ik sowieso mijn prijs verdubbelen. En ik zal ook even alle sponsors lief aan gaan kijken of die dan eventueel ook iets extra's willen doen. Dan moet ik zeggen dat ik natuurlijk hartstikke blij ben met de sponsors. En iedereen die iets weg wil geven, zeg maar, is natuurlijk, dat is altijd leuk dat ze mij daarin willen steunen. Daarom ook, hè, als je nou denkt van, ja, ik wil winnen en dan ook nog eens een dubbele prijs. Stuur de link van deze video door via je e-mail of zet hem bijvoorbeeld op je Facebookpagina. Ja, hoe vaker dat je op Facebook voorbij komt, hoe meer mensen hem te zien krijgen en hoe groter de kans dat iedereen meedoet natuurlijk. Dus als je nou de link van deze video deelt, of e-mailt, of sms't, maakt niet uit wat, dan help je mij ermee. Hè. Mijn video wordt vaker natuurlijk rondgestuurd, dus dan komt er wel weer bekendheid. En de kans is helemaal groter dat jij ook nog eens een dubbele prijs wint. Dus ik denk dat we dit jaar, ik vond vorig jaar al een geslaagde actie, maar we hebben dit jaar dus meer antwoorden, meer prijzen, grotere prijzen. Maar nog wel steeds de leuke, gezellige setup van vorig jaar. De prijsuitreiking vond ik zelf leuk gegaan. Dus gaan we zeker zo weer doen. Als jullie nog andere vragen hebben, stuur ook sowieso even een e-mail of wat dan ook. Even kijken, ja, als je mee wil doen, zet het niet hieronder, niet op forum, wat dan ook. Alleen maar via de e-mail. Dan is voor mij gewoon het overzichtelijkste en kan ik alles makkelijk bijhouden. Ik hoop jullie sowieso komende zondag in Houten te zien. Is 3 juni is het de Terrebeurs in Houten, daar sta ik ook als tenthouder. Dus mochten jullie zeggen ik wil weten wat de prijs is. Joshua, geef ze stille hint hoeveel eieren je al hebt liggen. Ik verwacht natuurlijk niks echt en er komen nog eieren aan. Maar als jullie iets willen weten of een beetje rond willen neuzen, dan kom zeker even langs. En dan maken we even een babbeltje. En hou sowieso dit kanaal in de gaten natuurlijk voor de update video, de deel 2 video van de prijsvraag. Met onder andere alle prijzen en wat extra dingen. Dus wie weet tot zondag en anders tot de volgende YouTube video.